Het Evangelie volgens Johannes. Dit is een van de eerste verslagleggingen van Jezus' leven. En we ontdekken aan het einde van het boek dat het van een van Jezus' dierbaarste volgelingen komt, ook bekend als de leerling van wie Jezus hield. Hij komt zelf vaak voor in het verhaal en sommigen zijn van mening dat het Johannes, de zoon van Zebedeeus, moet zijn geweest, één van de twaalf. Of een andere Johannes die leefde in Jeruzalem en in de latere kerk bekend stond als Johannes de Oudste. Maar welke Johannes het ook was. Het boek bevat zijn ooggetuigenverslag en het is op briljante wijze ontworpen met een duidelijk doel dat tegen het einde wordt genoemd. Johannes zegt dat het verhaal is geschreven opdat u gelooft dat Jezus de Messias is en opdat u door te geloven leeft door zijn naam. Johannes gelooft dat de Jezus waar je in dit boek over leest levend en echt is en dat hij je leven voor goed kan veranderen. De structuur van het boek is echt heel cool. De eerste helft begint met een openingsgedicht en een kort verhaal dat wordt gevolgd door een grote verzameling verhalen over de wondertekenen van Jezus, waardoor een groeiende controverse ontstaat. En dit alles bereikt een hoogtepunt met zijn grootste teken, de opwekking van Lazarus, wat de grootste controverse oplevert als de leiders van Israël zich voornemen om Jezus te doden. En dat brengt ons bij de tweede helft van het boek. Deze hoofdstukken leggen de focus op Jezus' laatste nacht en laatste woorden aan zijn leerlingen. Gevolgd door zijn arrestatie, proces, dood en wederopstanding. Het boek sluit af met een epiloog. In deze video zullen we ons alleen richten op de eerste helft. Het boek begint met een tweedelige introductie. Eerst een gedicht dat begint met In het begin was het woord, wat een duidelijke zinspeling is op Genesis 1, waar God alles schiep met zijn woord. Nu staan iemands woorden op zich los van de persoon, maar ze zijn ook de belichaming van het verstand en de wil van die persoon. En dus zegt Johannes dat Gods woord bij God was, wat betekent dat het los staat, maar toch zegt hij ook: het woord was God. Goddelijk dus. En terwijl we deze bewering overdenken, horen we later in het gedicht dat dit Goddelijke woord mens is geworden in Jezus. Daarna maakt Johannes gebruik van de verhalen uit Exodus door te zeggen dat Jezus Gods tabernakel in ons midden was. De glorieuze goddelijke aanwezigheid die over de ark van het verbond zweefde, werd een mens in Jezus. Wat leidt tot zijn laatste bewering: dat de ene ware God van Israël bestaat uit God de Vader en de Zoon, die mens is geworden om de Vader aan ons te openbaren. Terwijl we over deze breinbrekende beweringen nadenken, krijgen we dan een verhaal te horen over hoe Johannes de doper Jezus voor het eerst ontmoet en vervolgens andere mensen naar hem toe leidt die zijn leerlingen worden. Eén voor één bij het ontmoeten van Jezus zeggen de mensen hardop wie zij denken dat hij is. En in dit hoofdstuk krijgt Jezus zeven titels toebedeeld. Deze titels bereiden ons voor op Johannes' voorliefde voor het getal zeven, zoals verweven in het ontwerp van het boek. En samen maken ze een bewering. Namelijk dat deze volledig menselijke Jezus van Nazareth de Messiaanse koning is. Hij is de leraar van Israël en hij is de zoon van God, die zal sterven voor de zonde van de wereld. Dat is nogal een grote bewering om over iemand te maken. En Johannes gaat dat nu verder onderbouwen met de verhalen in de hoofdstukken 2 tot en met 12. Ze hebben allemaal hetzelfde basispatroon. Jezus doet een teken of maakt een bewering over zichzelf en daaruit volgt een misverstand of controverse en dus worden mensen aan het eind van elk verhaal gedwongen een keuze te maken over wie zij denken dat Jezus is. Het eerste gedeelte laat ontmoetingen zien tussen Jezus en vier klassieke Joodse instellingen. En in alle gevallen laat Jezus zien dat hij de werkelijkheid is waar die instelling naar verwees. Jezus is op een bruiloftsfeest en de wijn raakt op. En Jezus verandert grote watertonnen van bijna 500 liter in totaal in de beste wijn ooit. En de hoofdkelner zegt tegen de bruidegom, je hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. Wat natuurlijk waar is, maar Johannes noemt dit wonder ook Jezus eerste teken. Met andere woorden, het is een symbool dat iets over Jezus openbaart. Net zoals Jezaja zei dat het Messiaanse koninkrijk als een groot feest zou zijn met veel goede wijn... Zo laat dit eerste wonderteken ook de vrijgevigheid van Jezus koninkrijk zien. Vervolgens gaat Jezus naar de Tempel van Jeruzalem, de plek waar hemel en aarde samen zouden moeten komen en God zijn volk zou ontmoeten. En Jezus claimt hier autoriteit over te hebben en jaagt alle geldwisselaars weg en ons regelt het offersysteem. En wanneer de leiders van de Tempel hem bedreigen, zegt hij: Breek deze Tempel maar af en ik zal hem in drie dagen weer opbouwen. Jezus beweert dat zijn naderende offerdood is waar hemel en aarde elkaar daadwerkelijk zullen raken. Zijn lichaam dat zal worden gedood is de werkelijkheid waar het tempelgebouw op wijst. Vervolgens heeft Jezus een nachtelijk gesprek met een rabbi genaamd Nicodemus, die denkt dat Jezus net als hem is, een rabbi en leraar voor Israël. Maar Jezus zegt dat Israël meer nodig heeft dan slechts nog een leraar met nieuwe informatie. Israël heeft een nieuw hart en een nieuw leven nodig. Oftewel, met zijn eigen woorden: niemand kan het koninkrijk van God ervaren zonder opnieuw geboren te worden. Jezus gelooft dat mensen gevangen zitten in een web van egoïsme en zonde dat leidt tot de dood. Maar hij weet ook dat God deze wereld lief heeft, en dus is Hij hier om de mensen een nieuwe geboorte aan te bieden een nieuwe kans om te leven. Vanaf dit punt reist Jezus naar het noorden en komt hij bij een heilige put, waar hij in gesprek raakt met een Samaritaanse niet-Joodse vrouw. En ze beginnen te praten over water, wat Jezus verandert in een metafoor over zichzelf. Hij vertelt dat hij hier is om levend water te brengen dat tot een bron van eeuwig leven kan worden. Nu verwijst deze term in Johannes naar een nieuwe kwaliteit van leven, dat doordrongen is van Gods eeuwige liefde. En het is een leven dat nu kan beginnen en blijft tot in de toekomst. Hierna heeft Johannes een andere verzameling verhalen samengesteld die plaatsvonden tijdens vier heilige Joodse dagen of feesten. En opnieuw gebruikt Jezus de beelden die gerelateerd zijn aan de feesten om iets over zichzelf te beweren. Eerst geneest Jezus een verlamde man op de sabbat, wat controverse oproept bij de Joodse leiders over werken op de rustdag. En Jezus zegt dat het zijn vader is die werkt op de sabbat, en hij dus ook. En ze begrepen wat hij bedoelde. Dat hij God zijn vader noemde, waarmee hij zich gelijk stelt aan God. En daarom willen ze hem vermoorden. Het volgende verhaal vindt plaats tijdens Pesach, het feest waarop het Exodusverhaal opnieuw wordt verteld met de symbolische maaltijd van het lam en brood en wijn. En Jezus voorziet op wonderbaarlijke wijze in voedsel voor een menigte van duizenden mensen, wat ervoor zorgt dat mensen hem om nog meer brood vragen. En dan beweert Jezus dat Hij het ware brood is en dat als ze hem eten ze eeuwig leven zullen vinden. En veel mensen raken hierdoor beledigd en ze besluiten hem niet meer te volgen. Hierna volgen enkele verhalen die in Jeruzalem plaatsvinden tijdens het Loofhuttenfeest, wanneer het verhaal wordt verteld over Israëls zwerftocht door de woestijn, met God als wolk en vuurkolom die hen lijden en water gaf in de woestijn. En Jezus staat op op het tempelplein en hij roept. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En later zegt hij: Ik ben het licht voor de wereld. Hij beweert dat hij de verlichtende aanwezigheid van God is en de levensreddende gift van God voor zijn volk. En sommige mensen geloven en volgen hem, maar anderen nemen er aanstoot aan. En weer anderen proberen hem te doden voor deze verheven beweringen. Het laatste feestverhaal is tijdens Ghanuca, wat vernieuwde inwijding betekent. Het vertelt hoe Judas Maccabeus de afgoden uit de tempel wegdeed en hem opnieuw apart zette als heilig. En Jezus gaat het tempelgebied in en zegt dat Hij degene is die door God apart is gezet als de heilige, en dat Hij de ware tempel is waar Gods aanwezigheid woont. En hij zegt ook: De Vader en ik zijn één. Dit maakt de leiders van Jeruzalem zo woest dat ze een plan in werking stellen om Jezus te vermoorden. En dus trekt hij zich terug uit de stad. Al deze conflicten komen samen in één laatste wonderteken. Jezus hoort dat zijn geliefde vriend Lazarus ziek is, maar zijn familie woont in de buurt van Jeruzalem, waar het nu levensgevaarlijk is geworden voor Jezus. Jezus zou weg kunnen blijven en zijn eigen leven redden, maar hij houdt van Lazarus. Als hij dan hoort dat Lazarus is gestorven, gaat hij naar hem toe om hem uit de dood op te wekken en hij roept hem vanuit zijn graf weer tot leven, terwijl hij weet dat het hem zijn eigen leven zal kosten. Het nieuws over dit geweldige teken verspreidt zich natuurlijk snel, en zoals Jezus al wist, hoorden de leiders van Jeruzalem er ook van, en ze beginnen samen te spannen om Hem te vermoorden. En zo rijdt Hij Jeruzalem binnen, als Israëls koning, die afgewezen is door haar leiders. De eerste helft van Johannes eindigt daardoor met een verhaal over Jezus die zijn leven geeft als daad van liefde voor zijn vriend. En dit is natuurlijk ook een teken dat vooruit wijst naar het kruis, wat we in de volgende video verder zullen verkennen. Maar voor nu is dit de eerste helft van het Evangelie volgens Johannes.